Het oudste live radioprogramma van AFM, Ximfonia, bestaat 30 jaar en de 1500ste uitzending is gepasseerd. Leap Day, de band uit Friesland, gaf als cadeautje een concert in de Herman Vinkerszaal van Hof 88. En dat maakte het feest van Ximfonia compleet. We hebben voor onze 1500ste uitzending een bijzondere band uitgenodigd die speciaal voor ons komt optreden, helemaal uit Friesland. En dat is Leap Day. Ik zou zeggen, geef ze een warm applaus. Leap Day! Ron Lammers, oprichter van Ximfonia. Dat klopt. In 1993, voortgekomen uit een ander muziekprogramma, ben ik een symfonisch rockprogramma begonnen bij destijds nog Radio Almelo. Onder de naam Ximfonia, een verbastering van symfonische rock. En daar een beetje eigen draai aan gegeven. Dus alleen begonnen als presentator en technicus tegelijkertijd. Dat was in die tijd best een uitdaging. Maar na een aantal maanden heb ik gelukkig al een van de mensen die nu nog steeds actief is bij de uitzending kunnen betrekken. De René Iedema. Die is nu nog steeds technicus en was mijn eerste technicus bij het programma. Dus hij is eigenlijk degene die het langste het programma op dit moment doet. Ik heb het opgericht, maar de huidige heren hebben het uitstekend overgenomen en voortgezet. Wat was de reden dat u erbij wegging? Een hele simpele reden. Ik ging verhuizen van Twente naar Apeldoorn. René Iedema, hoe lang ben jij al bij Ximfonia? Ik ben erbij gekomen in mei 1993. Naar aanleiding van een advertentie in een progressieve rocktijdschrift. En daar stond een advertentie in en daar heb ik op gereageerd. Maurice Dam, hoe lang ben je erbij? Officieel vanaf 1997, maar eigenlijk hing ik al vanaf het begin van de oprichting, in 1993, rond bij het programma, toen het nog op de oude locatie was. En wat was die oude locatie? Dat was Castello. Villa, de villa, ja. Ja. Die erbij staat, die villa. Oh, die mooie villa. Ja, hoe zag dat eruit daar? Het was in een kelder. Dat was. Hoe zag het eruit? Knus, ja, gezellig, klein, ja, een mooie locatie, ja. Ja. Wat is jouw rol eigenlijk in het geheel, in Ximfonia? Ik verzorg de website, lever muziek aan. Andere hobby's dan muziek? Eigenlijk niet, nee. Christian Beckhuis, ja, je sloopt al een beetje rond, hè? Hoe zat dat? Ja, ik kom uit Tubbergen en dat word ik nog steeds. En daar was het programma eigenlijk niet goed ontvangen eigenlijk. De FM-zender toen de tijd, die haalde Tubbergen niet. Op de kabel was het ook op dat moment nog niet beschikbaar. Dus ik zag een artikel in de krant staan over het programma. Dat was dus al van een klein concert in de tuin van de Castello Villa. En ik kwam in contact met de mensen van het programma. En die zeiden gewoon tegen mij van ja, als je niet kunt luisteren thuis, dan kom maar in de studio langs. Dus ik hing op dat moment zo'n beetje zo in die studio elke zondagavond. En dan langzamerhand, zoals ze dat al sommigen al zeiden, ja, dan ga je toch een bepaalde invloed krijgen op het programma. Je krijgt eens een keer de gelegenheid om een nummer door te geven. En uiteindelijk in 1997 werd het al echt formeel. Maurice en ik gingen op vakantie naar Amerika toe, naar een festival toe. En we namen opnameapparatuur mee om daar ter plekke interviews te kunnen doen, die we dus ook in het programma gebruikt hebben. En vanaf dat moment zijn we echt gewoon formeel echt gewoon teamlid geworden van het programma. Alwin Gerritsen, hoe lang ben jij er al bij? Eigenlijk in 93, maar officieel 94. In januari 1994, samen met mijn collega naast me, Herman Bunk, zijn we begonnen. We hebben nog een cursus gevolgd, hè Herman? Zeker. Ja. Natuurlijk, je bent goed gekwalificeerd, hè? Toen al en nog steeds, klopt. Wat voor cursus was dat dan eigenlijk? Ja, dat is een cursus over het algemeen radio maken en wat er allemaal bij kwam kijken. Zeg maar, wat maakt nou Ximfonia nou zo leuk voor jou? Nou, het is sowieso de muziek. En eigenlijk het idee erachter dat je op een gegeven moment de muziek verbredert. Dat het niet alleen maar de bekende bands zijn, maar ook onbekende bands, lokale bands. Alles eigenlijk wat muziek en symfonische rock meebrengt en aanverwanten. Wanneer ben je bij Ximfonia gekomen?
Tegelijkertijd met Altwin, sinds januari 94. In december 93 had ik het strenge sollicitatiegesprek met de toenmalige presentator Ron Lammers. Een streng sollicitatiegesprek? Er werden van allerlei vragen gesteld of ik wel geschikt zou zijn voor een radioprogramma. En Jan-Erik Plettenburg, als ik me wel heb, de toenmalige hoofdredacteur, was er ook bij. Ze vroegen me onder andere wat de laatste twee concerten waren die ik bezocht had. Of dat wel een beetje in de richting was van het programma. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Dat was een concert van Hawkwind en een concert van Robert Plant van Led Zeppelin. Dat was toen allebei in december 93. Liebde, hoe zijn jullie hier aan gekomen, dit jubileumconcert? Sommige bands, daar hebben we toch een soort van band mee ontwikkeld door de loop der jaren. Als ze een nieuwe plaat uitbrachten, dan kwamen ze in de studio langs. Als we naar optredens gaan, niet eens van optredens van hunzelf, maar van andere bands, dan kom je ook leden van die groep weer tegen. Er zijn altijd vriendschappelijke contacten geweest. Dus van, ja, toen we een band zochten voor onze 1500 uitzending, hadden we al vrij snel. Nou, dat is een kandidaat, zeg maar. Ja. Heb je ook een kandidaat voor de 3000ste? Nog niet, maar misschien moet die nog geboren worden, die bandleden moeten. Want er worden nog steeds nieuwe bands ontstaan die het genre spelen. En er zijn nog steeds weer vrij jonge muzikanten die we zien, die muziek maken die goed bij ons programma past. Dat is wel erg leuk om te zien. Dus er is ook toekomst voor symfonisch rock en alle muziekstijlen die er op een of andere manier mee te maken hebben, zeker. Dus misschien moeten die nog geboren worden, ja. En hoe kijkt u er nou tegenaan, hè? Wat het allemaal geworden is? Ze hebben het echt voortgezet en verder uitgebreid. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ze dat uitstekend doen. En met gebruikmaking van de huidige technieken, uitstekend, dat kan ik alleen maar zeggen. Dus ik ben blij dat het nog bestaat en dat de jongens nog steeds enthousiast zijn. Dus, en dat ze dat nu vieren hier in het theater met het optreden van een hele leuke Friese band, dat kan ik alleen maar waarderen.